Hij treedt op in gans Europa, maar eindelijk ontdekt ook Vlaanderen hem. Hij toert momenteel door ons land met zijn show Iedereen Paranormaal. Doe applaus voor mentalist Gilly. Eigenlijk heet je Lieven Gijzen, ja. Maar die naam is misschien wel moeilijk in het buitenland. Ja, vooral als ik in het Engels moest spelen en mijn eerste woorden zouden dan zijn Hi, I'm Lieven. Ja. Werkt heel verwarrend. Nee. Je noemt jezelf een mentalist. Ja. Wat is dat precies? Mentalist is iemand die doet alsof hij een zesde zintuig heeft. Maar het eigenlijk niet heeft. Maar het eigenlijk niet heeft, nee. Ja. Een mentalist maakt gebruik van de vijf echte zintuigen die we allemaal hebben. En maakt daar een illusie mee van een zesde zintuig. Ja. En ben je dat altijd al geweest? Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Ik ben er ook al heel mijn leven eigenlijk mee bezig. En ook al heel mijn leven op zoek naar iets echts. Maar hoe meer ik er zelf leer mee omgaan, hoe meer ik er zelf van weet, hoe minder... Ja, elke keer moet ik vaststellen dat het spijtig genoeg ook zoiets is. Ja. Hey, want je show noemt iedereen paranormaal, ja. Maar je bedoelt eigenlijk niemand is paranormaal. Of iedereen is even paranormaal. Ja. Iedereen kan eigenlijk zo'n dingen. Je moet gewoon het een en het ander weten. Een beetje doorzicht hebben, een beetje aanvoelen. En vooral kunnen staalhard liegen. Ja. Hebben jullie ooit paranormale dingen meegemaakt? Nee. Dagelijks. Dagelijks? Ja, ja volgens hem wel. Ja, maar die, bijvoorbeeld het punt van je denkt aan iemand dat je al lang niet meer gezien hebt en plots gaat een telefoon en je pakt op. En het is iemand anders. Zeg je dat zo'n dingen. Maar goed, als iedereen paranormaal is, dan is het tijd om dat te bewijzen. Ah, oké. Okay. Wel, het gaat vooral over het feit dat paranormaliteit niet altijd dat bovennatuurlijk is, maar dat eigenlijk in veel gevallen erop neerkomt om door te hebben of dat mensen de waarheid vertellen of niet. Dus mensen die kunnen leugens detecteren, die geraken ver in het leven, die geraken ver in het pokeren. En op die manier kan je ook paranormaliteit faken. Ja. Maar eigenlijk moet je gewoon lichaamstaal interpreteren. Dan. Onder andere, het is een combinatie van communicatie, verbaal, niet-verbaal, psychologie, een beetje magie en enorm veel suggestie, vooral dat. Ja. Voorbeelden, Gilly. Oké. Okay. Wel, kijk, hoe is het verst? We gaan iets met u doen. Kies, ik ga zelfs niet kijken naar u terwijl hij het doet, maar kies in gedachten een getal uit van drie cijfers. Ja. Iedereen vast? Oké. Okay. Nu gaan we stap per stap proberen aan dat cijfer te geraken. De eerste, de paranormale methode, is wat er gebruik gemaakt wordt van pendelen. Ik ga gewoon de pendel laten slingeren en ik ga getallen noemen. En we gaan beginnen aan het eerste cijfer van uw getal. Als je het eerste cijfer van uw getal hoort, denk dan keihard, schreeuw het in uw hoofd. Ja, dat is het, maar zeg niks. Ik ga gewoon vragen stellen, we gaan ze door elkaar stellen, dat je het niet kunt verwachten wat er gaat komen. Is het een 2? Er gebeurt niets. Is het een 5? Nee, ook niet. Is het een 8? Ook niet. Is het een 1? Oh, kijk, voilà. Het eerste cijfer van uw getal is een 1. Klopt dat? Ja, nu mag het zeggen. Ja. Voilà. Dat is de paranormale methode. Dus we weten wel dat we in de honderdtallen zitten. Dus dan 100 en 200. Voilà. Denk nu aan het tweede cijfer van uw getal. En nu gaan we het anders doen. Nu ga ik luisteren naar de intonatie. Ik ga je vragen om te denken gewoon aan dat tweede getal. Tweede cijfer van een getal. Ja? En tel gewoon luid op van 1 tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, dat was allemaal hetzelfde. Behalve in het begin. Ik denk dat je tweede cijfer ook een 1 is. Dat vind ik wel gevaarlijk. Redelijk ongemakkelijk. Ja. Ik geloof daar niks van. Hè. Ja, die kijkt recht in jouw ziel, Koen. Ja, ik heb een hartklopje. Voor mij. We zijn dus nog lang niet zo ver. Nee, ik zie het. Het laatste cijfer, denk daaraan. En nog eens hetzelfde. Dus gewoon denk keihard aan dat laatste cijfer en tel van 1 tot 10. Doe maar. Luid op tellen, hè? Ja. Terwijl dat je denkt aan het laatste cijfer. Terwijl ik denk aan het laatste cijfer. Oké. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ja. Oké, okay, nu wist hem dat hij moest letten op zijn intonatie. Maar wat ik niet vertellen, ben ik nu naar je lichaamstaal aan het kijken was. Ja. En de ontspanning komt altijd op het moment dat dat getal er eindelijk is. En je zat de hele tijd heel serieus 1. Twee, op een bepaald moment ging je mond omhoog, begon je te lachen. Ja. En dat was op 7, dus je getal is 117. Dat is niet waar. Ja, nee. Dus het was 112. 112? Ja. Tel nog eens. Nee, het was 7. Het was 7. Ah, God. Ja. Ik wou niet wat vast doen. Dat vind ik echt. Maar hier moet je toch geweldig op getraind zijn, want ik hoor niks en ik zie het niet. Dat bedoel ik net. Dat is echt een training in technieken. En als je die technieken kunt, dan kun je inderdaad mensen wijsmaken dat je gewoon... Dat kan lezen wat hij denkt. Ja. Dat kan lezen wat jij denkt. En dat kan alleen maar als iemand zich echt concentreert op gênante gedachten, bijvoorbeeld. Ja. Stop maar even. alleen dan werkt het. Ja. Geweldig. Ik was aan het denken dat hij gewoon Chris van Durpel is in een vermomming. Ja. En wel, eigenlijk ben ik Chris van Durpel. Ja, nog iets? Ja, nog één. Graag. En wel, maar ik zie het boek hier liggen van meneer Van Usch. Mag ik het even gebruiken? Ik ga ook u pakken. Is het verst van allemaal. Ja. Voilà. Dat getal dat jij genoemd hebt, just, is gewoon compleet. Je wordt de enige die twist. Je hebt gewoon eens lukraak gekozen. Oké. Okay. Houd dat boek recht dat ik niet kan meekijken. En open het op 117. Maak het open en niks reageren. Zorg dat niemand kan zien. Maak het open op bladzijde 117. Heb je het? Bladzijde 117 heb je vast. Lees het eerste woord op die pagina. Ofwel, er zijn twee mogelijkheden nu. Ofwel zijn ze een heleboel aan het blokkeren, ofwel is het een lege pagina. Ja, geweldig. Pak dan de andere kant, de andere blad. Dus wat is het, 116 dan? Ja, maar dat is toch al goed, dat vind ik al goed. Ja, dat is dan echt ongelooflijk. Ja, dat je dat dan ziet, want je ziet eigenlijk aan hem dat het niet klopt. Ik zou zeggen, er is iets. En ofwel doet een ambetant, ofwel was het erop. Het is een veel te lieve man om ambetant te doen, dus dat is een leeg blad. Dus oké, okay. Neem het eerste woord. Denk aan het eerste woord, niet zeggen. Ik denk dat het iets heel kort is, een lidwoord of zo. Dus is het een lidwoord? Ja. Pak dan dat niet, pak dan het tweede woord. Pakt jij het? Het is aan u, hè? Ja, maar lidwoord, dat zijn twee letters. Ja. We gaan dat niet pakken. Nee, pak het tweede woord, denk aan het tweede woord. Een andere manier om te weten waar iemand dan denkt, is de geesten oproepen. Is contact maken met gene zijde. Ik weet niet of jullie dat eigenlijk weten, maar voor de studio's hier gebouwd werden, rond de vorige eeuwwisseling, was hier een exclusieve golfclub. Een golfclub? Een golfclub. En in de vestiaires... De golfclub van Vilvoorde. Ja. De golfclub van Vilvoorde. Ja. Nu, ze hadden geen golfterrein, maar ze hadden wel een club. Ja. Ze gingen dan van hier naar bon. In de vestiaire werkte een vrouwke, dat mens heette Marietje van Dolfkes van Smetjes. En Marietje, dat was heel bizar, die had de gave om, als mensen hun jas kwamen halen, voordat ze een nummer gegeven hadden, dat ze al klaar stond met die jas. En er zijn op een bepaald moment, haar laatste werkdag, heeft niemand Marietje zien vertrekken. En ze is verdwenen. Daarnet stond ik in het toilet en had ik plots contact. Ja, ja. Met Marietje. En ik ga Marietje vragen om mij te helpen om dat laatste woord te zoeken. Nu, Marietje werkt graag in het donker. Ik heb een sjaaltje mee van Marietje. We gaan daar een papiertje en een stilo op leggen. Een potloodje, pardon. En we gaan het donker maken. En hopen dat Marietje contact neemt. En ons helpt bij het vinden van het woord wat jij nu aan denkt. Dus denk heel hard aan dat woord. Er is al sfeerlicht, dat is al goed. Mag niet te helder zijn. Denk gewoon heel hard... aan uw woord. Marietje. Als je er bent, openbaar u. Voilà, Marietje is aan het komen. Voilà, Marietje is er. Voilà. Pak het potloodje, Marietje. Pak het potloodje en schrijf het op. Goed bezig, Marietje. Goed bezig. Voilà. Ja, maar dit is heel bizar. Want Marietje was analfabeet. Ja. We gaan zien of Marietje... Aan welk woord was jij aan het denken? Vlucht.
vind dat stom. Vlucht. Allee, man. Dat vind ik echt heel straf. Die man gaat dat boek nooit kopen. Ik weet wat er staat. Je weet al wat er is. Ik ga het je cadeau geven, al het bij, want op een dag is het helemaal waardeloos. Ja, dank je. Maar dit vind ik echt verbijsterend. Dat is degene, ja, contact. Griezelig. Het is echt griezelig. Marietje van Dolfus van Smetjes. Fantastisch. Wie nog meer wil zien, moet maar naar de voorstelling Iedereen Paranormaal. De agenda vindt u op www.gilly.be. Mag ik je heel veel succes wensen. Gilly. Dank u.